Entertainment. Entertainment voor kinderen. Ik droomde gisteren over Harry. Harry, een gezellige, dikke Brabantse redenaar van 61 jaar. Hij had geen baan, maar hij houdt vooral van lekker eten en drinken, sushi, horloges en sieraden en bovenal van zijn paarden. Harry houdt niet van geldjatten van zijn moeder, maar hij moet wel. Want een paard aanschaffen is één ding, maar het dan ook nog eens onderhouden, een tweede. We zien Harry in een weiland naar zijn helikopter lopen. Op de achtergrond zien we een landhuis en we kunnen zien dat dat het landhuis van Harry is, omdat op het dak met grote neonletters staat, dit is van Harry. Harry stapt in zijn helikopter. Ik heb zin om iets geks te doen, maar eerst moet ik even langs mijn moeder om geld te jagen. Want ja, een helikopter aanschaffen is één ding, maar dan krijg je pas je extra kosten, kerosine en helm. Harry vliegt in zijn helikopter en zingt liedjes waarbij hij de titel van die nummers gebruikt als tekst voor het hele lied. Harry landt met het onderstel van zijn helikopter op de voorkant van het invalide wagentje van zijn moeder, waardoor zijn moeder haar hoofd stoot aan de onderkant van de helikopter en in de kip zit. Ze schrikt zich een hoedje tot ze ziet dat het haar zoon Harry is. Hoi mama. Hoi Harry, ik zit vast aan jouw helikopter. Oké. We zijn in het huis van de moeder van Harry, waar bijna alles van papier-mâché is. Harry en zijn moeder zitten in de kamer.